Oké, dus voor het installeren van, als je gedownload hebt, voor de Syntra Array Pack, zo ziet die uit, als die helemaal binnen is, maar die zal bij jullie, zal die in downloads terechtkomen. Dus, hoe ga ik dat uitleggen? Ja, via Google. Ja, op onze website. Even kijken. 3DS Max-lesson.be. Is goed. Oh, gaat er rechtstreeks naartoe. Dus je gaat naar Enter. Nvidia Iray. Klik je op. Dat is de page die wordt nog geüpdate en al. Hier is je plugin, zie je. Dat is je plugin suite. Dan klik je op. Dan ga je naar Dropbox. Kom je terecht in Dropbox. Wat is nu? X-Files can be preview. Ik klik hier op open, waarom? Dat die gelinkt is met mijn computer. Maar bij jullie staat download. Maar je hebt hier een klein pijltje langs staan download. Daar klik je op. Sorry. En die zet je dan op rechtstreeks downloaden. Straight download of zoiets zal dat dan zijn. Goed, ondertussen, dat duurt wel even, dat is 1 giga, je ziet 1 gigabyte, ligt aan je snelheid, hoe snel die download, maar ja, ik heb die toch op USB, dus in school kan ik die rechtstreeks geven. Goed, heb je die binnen? Ziet die zo uit. Wat ga je doen? Je gaat dubbelklikken, dat beestje gaat starten. Ja, die moet... een administrator privilege hebben, daarom duurt dat zo lang. Je ziet dat is je startup, dus zo Syntra Pack, dat is Iray, je ziet Texture Syntra Iray Pack 2016. Dit was gemaakt met 500 iterations, dus dat is maar 30 minuten, misschien nog eronder met de GTX 8 CPU's en 32 GB RAM. Dus welkom in het installatieprogramma Syntra Iray Plugins. Dus volgende, ja, klik weer volgende. Dan moet je akkoord gaan. Volgende. Dus, waar gaat die? Die gaat die op de desktop. Dat is heel belangrijk. Laat die staan op de desktop. Hè. Verander dat niet. Die moet op de desktop staan. Want daar is je max. Daar zijn je max waar je ook naar gelinkt. Hè. Dus laat die op desktop staan. Nu op volgende. Dan gaat die zeggen, kijk, de bestemmende map, dus de bestemming map bestaat niet. Wilt u deze aanmaken? Klik je op ja. Oké, dan ga je van start. Je gaat die installeren. Dus je gaat dan de textures installeren en het pack, hè. Normaal zou ik een film nu op pauze moeten zetten. Maar ja, dat is geen probleem. We gaan door, het zal niet meer lang duren. Voilà, mijn PNG is aan het afronden. Daarom, dat is toch 1 gig met die textures allemaal. Oké, Syntra Iray Pack is met succes geïnstalleerd. Volgende, beetje reclame. Afsluiten. Dus wat is nu? Nu ga je hier op je desktop. Ik heb hier aan een hoop staan, jullie misschien niet. Iray. Even kijken. Ah, hier, sorry. Hier heeft hij die gezet, zie je. Wat gaan we nu doen? Op die map, hè, voor het een beetje fatsoenlijk te maken. Je kunt de map laten hoe ze is. Ja. Zie je, dat zit er allemaal in. Iray plugin. Iray Textures, Libraries, de PDF's met de materialen. Uninstall voor als je het wilt dus deinstalleren. Poster en kerk van Lixwitch, ja, die kun je gewoon laten staan. En hier heb je de Iray voor 2017 of 2016. Dat is allemaal gelinkt, daarom moest je op de desktop staan. Want als je die nu gaat openen en je hebt die ergens anders gezet, staat niet op je desktop, is dat allemaal niet meer gelinkt. Dan is je link weg, dan gaat hij je textures allemaal niet meer vinden, hè. Wat ga ik nu doen? Wat kun je doen hier? Syntra Iray Pack. Je kunt rechtsklikken. Eigenschappen. Ja. En dan ga je aanpassen. Zie je aanpassen hier. Ander pictogram. Dan klik ik op bladeren. Ik klik dat. Nu is die rechtstreeks gelinkt. Kijk. Op mijn desktop ga ik naar mijn Syntra Iray Pack. Die klik ik dan open. En dan pak ik BIP. REM icon. Openen. Oké. Oké.
Die verandert niet onmiddellijk, maar dan kun je rechtsklikken en vernieuwen. En dan moet je kijken en dan is die hier naartoe gesprongen en is die veranderd. Dus, wat is nu? Voor Iward installeren. Thuis, hè? Op school is dat allemaal beveiligd. Bij je thuis kun je dat doen, dan ga je naar Iward Plugin. Plugin. Als je geen WinRAR hebt, moet je gewoon rechtsklik en dan hier uitpakken. Dus hier is je plugin. Oh, ja, ik heb het zo gedaan. Ik wil dat een voordeel doen. Hier kun je kiezen 2016, 2017. Dus ik ga 16 pakken. Alweer rechtsklik, extract here. En dan hier heb je je uitleg, hè, hoe en wat. Maar het makkelijkste is die twee wat je hier dan hebt. Ja? Dus ik ga die klik. En dan ga ik dus met control hou ik in. En dan ga ik kopiëren. Ja? Wat moet je nu doen? Nu ga je naar je C, lokale C drive. Drive, Program Files, Autodesk 2016, ja, that's it. Dus Autodesk 2016, dan klik je rechts en dan plakken. Ja, dan ga je gewoon plakken doen. Bij mij gaat die een doel map, bla bla bla. En dan moet je gewoon hetzelfde doen, je mag die vervangen. Klik je gewoon op vervangen. Wat is dan, als je dan je Max opstart? Dan ga je iRay zien, hè. Dus als ik met een Max. Oh nee, dat hoeft niet. Je hoeft je Max niet op te starten voor te testen. Je gaat gewoon naar de Sintra iRay pack. En dan pak je hier. Mijn probleem is nu, die gaat gelinkt zijn met. Ik ga het anders doen, want ik heb 2017. Dus ik ga die 2016 pakken. Pas op. 2016 kun je niet openen in 2017. Of is het andersom? Nee, 2017 kun je niet openen in 2016. Je kunt nooit lager gaan, wel omhoog. Dus wat is nu? Daarom, dat is allemaal gelinkt, hè. Daarom moest dat op je desktop, want als je gelinkt naar je desktop toe. Ik ga die even uit beeld slepen. Maar dan mag ze dus op en starten. Nou, je ziet hier, ah, dat is de Max. Dus die staat op. Misschien krijg je een V-Ray melding. Maar ik vermoed het niet. Hij is dus die pagina aan het laden, hè. Hij is je iRay aan het zetten of installeren. Dus normaal, die is volledig ingesteld. Voilà, hier. Dat is allemaal iRay. Dus wat ga je nu doen? Wat is dat? Wat is die... Een knipper, oké. Okay. Dus wat kun je nu checken? Kijk, hier bij je render setup, nu ga je erop klikken en ga je zien, is automatisch. Ik heb dat allemaal automatisch ingesteld. NVIDIA iRay. Voor je met de materiaal editor ook NVIDIA iRay en de Active Shade ook op NVIDIA iRay. Dus dat is allemaal ingesteld. Nu ga je zien als je op je material editor gaat duwen. Die, dat is de standaard, hè. Je ziet die, dat heeft even tijd nodig voor te laden. Dat is de standaard. Waarschijnlijk, als jullie gewoon opstarten, staat bij jullie de Slate Editor. En hier zie je al direct, kijk, ze zijn al gekleurd. Ik heb ze al gekleurd. Dus je ziet GEMS iRay 2016, Composite iRay 2016, Beton 2016. Dus 2016 heb ik minder in staan als 2017, want oorspronkelijk had ik dat eerst gecreëerd voor 2017. Ja, dus beton, ik doe die open, hier zie je dan drie stuks, normaal, je ziet in de pdf's dat beton een pak meer is, maar in 2017 zit een pak meer in. Want we gaan toch naar 2017 gaan, composiet en dan je gemstenen, hè. Hier dat diamant zie je niet goed, barnsteen, wil je wat meer zien, kun je die wat opschuiven, hè. Dan zie je schoon op elkaar. Dus daarom heb ik die wit gemaakt, dat die meteen opvallen. Als je die niet zou zien, zou kunnen zien, klik hier op het pijltje en dan doe je show incompatible. Maar je gaat ze zien sowieso, want dat is ingesteld. Hoe kun je dat ook nog checken? Via ja, je materialen. En dan ga je... Ik ga eens proberen, GEMS. Dus ik ga die pakken. Dus wat ga je nu zien? Dat is een iRay materiaal. Zie je? iRay materiaal. Je gaat dubbel klikken. Hier zie je het symbooltje van iRay. Dus, hoe ga je nu weten of je iRay hebt? Ik ben er een heel lesje van het maken. Hè.
Je kunt hier op de noot klikken, hè, en dan kun je, kijk, naar beneden gaan. Even kijken. Nee, dat is niet de juiste. Dus normaal moet ik op materiaal kunnen staan. Wacht, ik ga het anders laten zien. Dus je kunt dat testen. Dus ik ga terug naar die switchen. En hier, als je hier op iron materiaal klikt, ga je hier zien, kijk, die is toe, hè. Je Autodesk staat er ook nog in, dus dat is allemaal geen probleem. Je standaardmaterialen staan er ook nog in. En dus je ziet dan je materialen. Materialen, standaard, mentoring. En hier staat Nvidia iRay bij. Klik, dat is één bolletje. En de meerdere uitleg nu, dat is nieuw van dit jaar. 2017 gaan we dan zijn. Ja. En dat is dan nieuw, 2016, de iRay materialen. Is een beetje meer uitgebreid, maar veel meer mogelijkheden, hè. Kijk, je moet gewoon de volgorde volgen, hè. Dus je hebt hier je basis layers, dus dat is je diffuse, je glossy en je refraction. Maar de volgorde ga je volgen, dus op je diffuse kun je nog eens metallic flakes, dus je ziet van die flakes, hè. Ja, hoe metaal is, hè, hoe noem je dat, parelmoer, glittering. En dan heb je hier nog een aparte coating, dus als je van NIS of een er iets over je lagen wil doen. Snap je? Dus dat is het fijne van iRay. Ik ga geen renderken doen, dus ik hou het erbij, dat was het. Dus zo ga je dat krijgen. Je materiaal is in ingeladen, dus ik ga die sluiten. Dan save. Dus ik ga eens laten zien 2017. Maar dan heb ik niet veel materiaal in ingeladen. Dus normaal, ach, doet die niet. Ik heb dat ingesteld, dat mag ik niet doen, hè. Kijk, 2017, dat gaat hij bij jullie ook doen, hè. Dat had ik niet mogen doen. Ga ik dat kunnen switchen? Ja, ik ga dat kunnen switchen, hè. Ik ga dat kunnen switchen. Dat ga ik ook doen. Ik ga die hier niet laten staan, want die creëert hier iets erbij en dan gaat zich dat ophopen. Dat is zeker de bedoeling niet. Je ziet nu bij 2017, even kijken. Oh, ik kan die niet. Dus bij 2017 krijg ik een melding, V-render. Maar, doe gewoon op open. Dat is, en dan krijg ik een melding. Hup, voilà, krijg ik weer een melding hier. The file was created using student version, bla bla bla. Continue. En dan heeft hij zich geladen. Je ziet dat light super. Super snel, je hoeft niet te denken van niks waarom, alles is goed gelinkt, hè. Hier zit idem dito, hè. Dat is de 2017 Material Editor. De viewport en alles geoptimaliseerd en zo van de 2017. Voilà, dat is het idem dito, hè. Dus als ik hier nu naar materialen ga kijken. En hier zie je wat meer, zie je, hier heb je even kijken, composite beton. Hier beton, hè, zie je, hier heb je meer uitgebreid beton. Dat zijn er toch 13, zie je. Dus als jij nu, even wegdoen. Dus als jij nu op je bol, klik op je bol, en je wilt beton nummer 4, ja, kunt die slepen. Gaat ook. Voilà, en heb je beton nummer 4. Nu, ze hebben ze 2017 ook geüpdate, want bij 2016 is even een klein aanpassingje of dingetje wat je moet doen voor je texture te zien, maar that's it. En dan Sintra. Hè, kijk, kan er een vlugge render. Ik ga een active shade render doen. Voilà. Voilà, daar is hem. Als je beton, je ziet die spikkeltjes erin, de lichtreflectie erin. Smooth, dus gladde beton, hè. Die heb ik allemaal met de hand opnieuw moeten creëren voor 2016. En voor 2017 nog eens opnieuw dat niet communiceert in libraries. Als je nu zo'n library wilt inlaaien, idem dito ook voor 2016, je gaat naar Get Material, ja. Normaal moet dat ook gelinkt zijn, dus ik ga de beton doen en dan ga je op een pijltje duwen en dan ga je Open Material Library. Ah, hij gaat naar de Material Library, daar gaat hij altijd naartoe, standaard zie je. Dat is in de root file van Max. Maar wij gaan naar Bureaublad en dan ga je naar... Als je dat, kijk, daarom doe ik dat icoontje, dat vind je makkelijk terug. Ga je dubbel klikken.
En nu ligt het allemaal door elkaar. Library, hè, dubbelklik. En we hebben 2017, dus die van 2016 zijn niet compatibel met 2017. Dus wat gaan we hier pakken? Gemstone of Fabric. Oh, die hebben Google gemaakt. Ik ga eens kijken. Openen. Kijk eens daar, wat de stof. Allemaal IRA, hè. Dus ik ga die even vergroten. Display as medium. Kijk eens, dus al je stoffen, satijn, zie je, fabric, dus dat, dat materiaal, als ik dat nu, zo erop wilde zetten, kijk, heb je dat stof, normaal zit daar, ik ga die nog eens renderen, of er een bumpmap op zit, normaal gezien wel heb ik daar een bumpmap op gezet. Ja, je ziet. Kijk, dat is je stof dan, hè. Voilà. Dus zo kun je libraries dan uitbreiden, hè. Gelinkt naar die map toe. Dat is allemaal automatisch gelinkt. En je zult geen meldingen krijgen. Je taggers worden gewoon snel geladen. Kijk hier, zo satijn. En dus als ik hier, hierop sta, dubbelklik. Wordt die satijn. Goed. Klik met een bol aan. En dan assign material to selection. Voilà. En dan normaal show in viewport, hè. Dus dat is hier. Dus makkelijker kunnen jullie niet hebben. Maar, kijk, satijn. Maar, we gaan die met de hand maken. Dus we gaan onze eigen libraries uitbreiden, hè. Voor hetgene wat je zelf nodig hebt. Dat gaan we zeker onder de knie moeten hebben. Voilà, ik zou zeggen. Veel plezier met deze lang filmpje, maar ik ga het op YouTube zetten en linken met de website. Oké, dankjewel en tot in de klas. Jojo.